Oké, wie ben jij? Ik ben Nathan van Zandbeek. Oké, en jij weet vast wel wat er hier aan de hand is? Ja, dat weet ik inderdaad. We hebben hier vandaag de grootste opening van het nieuwe winkelcentrum. En zometeen gaan al deze kinderen in een lampionnentocht het winkelcentrum openen, officieel. Natuurlijk omdat het 11-11 is, hè. En het is helemaal af al? Of moet er nog iets gebeuren? Is het hele dakpark af? Nee, het dakpark is nog niet af, maar de winkels zijn wel open. Dus iedereen kan naar hartelust shoppen. Dus ja, vlak voor Sinterklaas kan niet beter, hè. Hoi, jij kan me vast vertellen wat Sint Maarten is. Nee. Ben je blij met dit winkelcentrum in de Heel buurt? Heel erg blij, ja. Ik ben blij, ja. Enig idee wat er hier allemaal gaat zitten? Want ik heb helemaal nog niet gekeken. Nou, eigenlijk wel. Alle die winkels, die nieuwe winkels, zijn allemaal grote. En ik vind het ook... Ik ben al 17 jaar hier. Ik heb niks slechte kant gehad. Dus ik was van plan om te verhuizen, maar misschien niet meer. Nee? Toch maar even hier blijven. Ja hoor. Graag. De rest nog te doen behalve de lampionnenoptocht? Nou, aan het einde van de lampionnenoptocht wordt het logo onthuld van het winkelcentrum. Daar komen nog wat speciale effecten bij, dat zal je straks wel zien. En Jurgen Rijman die presenteert dat. En is er nog een heel bijzonder optreden straks op het podium. En dat is, mogen we dat weten? Ik hou hem even spannend voor je, mag je straks komen kijken. Hier voor de opening van dit prachtig nieuwe centrum hier, de Big Shops. De Big Shops Park Boulevard, waar u allemaal voor hier bent. U ziet het, verschillende winkels, voor iedereen wat. En natuurlijk is het ook een prachtige opsteker voor Delfshaven dat we dit nu hier mogen hebben. Mooie winkels in een mooie buurt, voor mooie mensen. Het heeft even geduurd van het er stond, het staat er nu. Ik heb zo net begrepen dat in 2013 ook het park op het dak helemaal klaar is. En dan is het dus zo dat je dan, zeg maar wezen, hier bij de Appie Happy je vlees kan gaan halen, naar boven kan klimmen, barbecuen, wijntje erbij en genieten van het uitzicht in Rotterdam. Ik denk dat het uniek is voor deze buurt, het is uniek voor Nederland en dat vind ik voor de mensen van Delfshaven zeker een applausje waard. Tien, ik, 9, 8, 7. Girl, you are more than sweet. You are the one that I adore. I'm dreaming, maybe my dreams come true. I only dream about you. Alles weg! Alles die kant op! Alles die kant op! Die kant op! Paniek als er rust. Dames en heren, wil u alsjeblieft ruimte maken? In ieder geval even allemaal voorbij het fietspad, alsjeblieft.
Dames en heren, allemaal afstand nemen alsjeblieft. Dankjewel. Ik sta hier met Carlos Gonçalves. Er werd hier net een winkelcentrum geopend en nu staat de boel in de fik. What's happening? Ja, what's happening? Dat is een goede vraag. Ik moet je zeggen, ik ben in shock, want we waren net nog allemaal in een feestelijke stemming. Dit is natuurlijk voor een belangrijk project, initiatief. Voor Delfts Haven is dit natuurlijk heel erg belangrijk. En dan doe je net de opening van iets waar we heel lang met elkaar op hebben gehoopt. En dan staat het gewoon in de fik. Ja, wat moet ik zeggen? Ik bedoel. Wat denk je hoe het is gekomen? Het vuurwerk? Ik hoor vuurwerk. We hebben natuurlijk net feestelijk met elkaar het vuurwerk afgestoken. Mm-hmm. Ik denk dat het daardoor komt. Ik weet het ook niet. We moeten afwachten wat uiteindelijk het onderzoek zal aantonen. Maar ja, dit is natuurlijk een enorme domper natuurlijk. Iedereen staat hier. Iedereen was hier om te feesten. Ja, nu zitten we met z'n allen te kijken naar hoe dit aan het afbranden is. Ja. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het verschrikkelijk. Dames en heren, wil je alsjeblieft afstand nemen voor de brandweer en dergelijke, alsjeblieft. Afstand nemen. Alle rijbanen vrij houden, alsjeblieft. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. En zeker voor de mensen die nu al 15 jaar hebben zitten wachten op iets prachtig wat eigenlijk, eindelijk iets in Schiermond-Delfts Haven dat we hebben. En dan komt de brand, ja, is gewoon triest. Is gewoon nog bij de opening ook? Ja, zeker. Ralf die begon op te treden en die werd van het podium afgehaald. Ja, die kreeg ook de schrik van zijn leven. Is gewoon verschrikkelijk. Ik heb het echt, ik heb met die mensen te doen, echt waar. Zeker weten. Graag gedaan. Heb je het zien gebeuren? Nou, wij stonden naar de optreden van Ralf te kijken en ik kijk naar boven en ik zie allemaal rookwolken van het dak komen. En op een gegeven moment zat iedereen naar boven te kijken en zijn we naar achteren gegaan voor de veiligheid. Toen rende alles door elkaar, ja. Alles door elkaar, verkeer reed gewoon door. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Zo het ging ook heel hard, hè, het vuur? Heel snel ging het, ja. Het is echt zonde, het is net de opening en dan gebeurt er zoiets.